meidelijk. Ja. Van de inflatie af zouden willen. Ik denk dat er heel veel mensen dat willen we, ja. Noodzaak is. Want als je je boodschappen niet meer kan betalen, ja, heb je echt een probleem. Hoe ziet u die ontwikkeling de komende, nou, laten we zeggen, het komende jaar? Nou, wij denken dat de inflatie terug gaat lopen, omdat de energieprijsstijging, zoals we die vorig jaar zaten, die gaat zich niet doorzetten. Sterker nog, hè, op dit moment lijkt het erop dat de gasprijzen iets aan het terugkomen zijn. Maar goed, ik zou willen waken voor te vroeg, te veel optimisme daar. Hè, de gasvoorraden moeten in de loop van dit jaar weer gevuld gaan worden voor de volgende winter. Dat kunnen we dit jaar niet meer doen met Russisch gas, waar we dat vorig jaar nog wel konden doen. Dus laten we nog even hier een slag om de arm houden. Maar hoe dan ook, die energieinflatie die we in 2022 hebben gezien, die gaan we niet in dezelfde mate terugzien in 2023. Dus het overal inflatiecijfer zal zeker dalen. Wij denken zo in de orde van grootte naar 5-6%. Maar dat is nog steeds veel te hoog. Ja. En waarom is het nog steeds veel te hoog? Omdat de inflatie zich inmiddels heeft verbreed. Het zit ook in alles, toch? We zagen net zo'n staatje boter. Inderdaad, plus goederen, diensten, je ziet het nu overal terug. En ook dus in categorieën waar we weten dat de inflatie altijd veel hardnekkiger is. En waar het veel moeilijker is om het omlaag weer te krijgen. Welke zijn dat? Diensteninflatie. Dat is bijvoorbeeld als je in de diensteninflatie hebt, dan weet je dat dat een heel snel een zichzelf zeg maar, op gang houdend proces wordt. En daar zullen wij dus als centrale bankiers tegen moeten optreden. Ja, en dat doen we door de rente te verhogen en de leenkosten duurder te maken. Dus diensteninflatie, even nog een kapper, slager. Ja, loopt, tenminste vooral dienst, omdat ze zelf ook hogere prijzen hebben. U zegt.